Midden in de Rotterdamse samenleving, de meest diverse plek van Nederland, staan wij, Stichting Boor. 120 scholen met zo'n 4000 onderwijsprofessionals die zich iedere dag inzetten om het best denkbare onderwijs te geven aan meer dan 30.000 leerlingen. Onze leerlingen. Iedere Boorschool werkt daaraan mee vanuit dezelfde koers. Die koers telt 5 beloften. In dit jaarverslag zie je wat we doen om die koers waar te maken. Bij Boor leiden we kinderen op tot de burgers van morgen. De leerlingenraad van het Wolfert Dalton is een mooi voorbeeld van het werken aan burgerschapsvaardigheden. Het leukste aan het meedoen aan de leerlingenraad is dat de ideeën ook echt acties worden en dat je dat ook terugziet in de school om je heen. De leerlingenraad die denkt na over de samenleving binnen de school. Eigenlijk zijn we een soort mini-maatschappij, dus we bespreken hoe gaan we met elkaar om, wat gaan we met elkaar vieren, wat gaan we met elkaar aanpakken. En de leerlingen zelf die oefenen zo ook de burgerschapsvaardigheden die ze in de maatschappij ook kunnen gebruiken. Wat mij het meest heeft verrast aan meedoen met de leerlingenraad is hoeveel ik eigenlijk mag zeggen, hoeveel er naar mij geluisterd wordt. Wat ik hier leer is om mijn stem meer te laten horen. Ik vind het heel belangrijk om open te staan voor andermans ideeën, omdat het ook gaat om iedereen in deze school. En het gaat niet alleen wat jij vindt, maar ook wat anderen samen vinden. En juist die ideeën samen zorgen voor een betere school voor iedereen. Omdat de wereld verandert, veranderen wij onze scholen mee. Door hiervoor open te staan, te vernieuwen, versterken we ons onderwijs en onze maatschappelijke opdracht. Zoals bij de Leerschool Rotterdam-Zuid, waar we met andere schoolbesturen en de kennisinstituten in Rotterdam bouwen aan vraagstukken uit de praktijk, zoals een rijke taalomgeving. In deze tweede webinar gaan we het hebben over hoe kinderen taal ontwikkelen. Met de gemeente Rotterdam werken we aan de verbetering van onze gebouwen. Goede, veilige gebouwen met een prettig binnenklimaat. Daar mogen we best trots op zijn, want het is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren. Tegelijkertijd bouwen we aan duurzame oplossingen voor een betere wereld en dalende kosten voor energie. Elke boorschool biedt een brede basis aan ieder kind. Ook als leerlingen een extra zetje nodig hebben om te ontdekken waar hun talent ligt. Zoals bij het Uitstroomtrainingscentrum. Het gaat dan niet alleen om kennis, maar ook om persoonlijke ontwikkeling en arbeidsvaardigheden die zo nodig zijn bij het starten op de arbeidsmarkt. Mijn droom is om bij UTC te komen werken hier later. Om kinderen te laten zien wat ik dan ook geleerd heb. Het Uitstroomtrainingscentrum begeleidt jongeren uit het VSO en het praktijkonderwijs om de stap de maatschappij in te kunnen zetten. Het is belangrijk dat er een plek als het Uitstroomtrainingscentrum is, omdat er een groep jongeren is voor wie de stap de maatschappij niet zo vanzelfsprekend is. Hier op het UTC kunnen zij door de goede begeleiding en door de vakvaardigheden leren van een echt bedrijf. Ik zie kwaliteiten, hoge betrokkenheid, heel goed in repeterende werkzaamheden. Werknemers echt waar je op kan bouwen. Ik ben het meest trots op en dat ik een hele goede behulpzame jongen ben. Ik heb mijn certificaat gehaald. Nu kan ik ook aan de slag als barista. De jongeren die we hier hebben rondlopen zijn het arbeidspotentieel voor de toekomst. Zonder deze jongeren denk ik dat we het arbeidsmarktvraagstuk niet kunnen oplossen en met deze jongeren kunnen we dat wel. Het maximale eruit halen geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onze medewerkers. Voor huidige en toekomstige collega's willen we dé werkgever zijn. Zij bepalen de kwaliteit van ons onderwijs. Het groeiende tekort aan leraren bedreigt dit. Gelukkig hebben we daar bij Boor op tijd op ingespeeld. Met het opleiden van zijinstromers, inzetten van onderwijsassistenten en begeleiden van stagiaires en startende leraren. In 2021 zijn we met een groot overkoepelend project gestart, Anders Organiseren. Per school kijken we wat een creatieve oplossing zou kunnen zijn voor het lerarentekort. Binnen Stichting Boor hebben we daarom ook een werkgroep, Anders Organiseren, die met elkaar nadenkt over, oké, wat kunnen we nou met elkaar doen voor de stad Rotterdam om het lerarentekort tegen te gaan? Door het inzetten van vakleerkrachten ontzorgen wij de leerkrachten en verrijken ons onderwijs. Ik heb de wijk erbij betrokken door de samenwerking te zoeken met andere partners, zoals bijvoorbeeld een stichting voor ouderenzorg die hier werkt. En die levert weer vrijwilligers aan onze school. Die vrijwilligers ontlasten de leerkracht weer door met kinderen te gaan lezen. Dus daarom hebben wij ook een interne coach hier op school aangesteld.
En zij is verantwoordelijk voor het begeleiden van startende leerkrachten. En ze heeft ook een coachingsprogramma dat 3 jaar duurt opgezet. Zodat we de mensen die nieuw zijn heel goed kunnen volgen en begeleiden. Veel meer samenwerking met stagiaires. Stagiaires zijn de toekomst. Binden aan je school. Waarom een bijbaantje bij de plus als het misschien al in het onderwijs kan zijn? Bij Boer vinden we dat ieder talent telt. Alle kinderen en jongeren hebben talenten en die willen we verder ontwikkelen. Bij Boer weten wij, mensen groeien door samenwerking, verbinding en oog voor elkaar.